En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Let's Play. Ik ben Jessie. Wij gaan vandaag een paard kopen. En ik ben benieuwd of er eindelijk wat nieuws is op dit festival. Let's go! Maar voordat wij beginnen hebben wij de comment van deze week. En de comment van deze week is van Meerte Knetsch. Hoop ik dat ik het goed uitspreek. Het spijt me. Voor het paard dat volgende week uitkomt, kan je misschien Sunny, Sunny Hill of Sunflower doen. Hashtag CW. Het was een hele leuke video. En de paard maakt het nu zoveel mooier. En echt bizar hoe snel jij het doet met de XP van trainer. Blijf zo doorgaan. Over niks. Ja, ik vind Sunflower heel leuk. Ik weet niet of ik hem heb. Maar we gaan het zien. Over het trainen gesproken. Incy is uitgetraind. Mijn Dartmoor is uitgetraind. En ik heb officieel nu 350 plus paarden uitgetraind. Dus ik dacht, we gaan vandaag eerst een nieuwe paint kopen. En die zou, als het goed is, wat is hier leeg en uitgestorven, hier zijn. Ja, daar is die. En deze gaan we dus even halen. Want ik heb alles al uitgetraind. En ik wil geen XP mislopen voor als we een quest gaan doen. Ik heb trouwens het nieuws nog niet eens gelezen. Maar ik wil hem. En ik wil inderdaad Vanilla Purpose Sunflower. Wat vond ik een hele leuke naam. En ik weet niet of ik hem heb. Maar we gaan het zien. Oh, ik hou er nu al van. Oh, ik hou er zo van. Sunflower. Die heb ik al. Kunnen we deze niet willekeurig doen? Sun Quartz. Sun Period. Summer. Dat lijkt op somber. Nee. Sequoia. Mascot. Sun Park. Sun Friend. Sunfly. Sunflower. Fire Force Form. Sun Fruit. Sun Future. Firm Gate. Sun Game. Sun Gap. Sun Garden. Sun Gate. Sun Gaze. Dat vind ik een leuke. Heb ik mijn paard trouwens al helemaal uitgekleed? Ja, zal wel. Volgens mij wel. Dan hebben wij manen. Er zijn originele. Vlechtjes. Wat is dit? Oh, geen vlechtjes in de staart. Kort. Knot. Vlechtjes zijn wel heel leuk. Ik wil vlechtjes. Sun. Wacht, hebben wij... Nee. Ik wou een sunburst. Maar dat is niet. Sunbrook, sunbrother, sunbug. Sungaze hadden we volgens mij. Sungaze. Mary, jong, sungaze. Koop een paard. Ja, ik wil hem kopen. We hebben eindelijk een nieuw paard. Ik wil hem meteen rijden. Want dat vind ik makkelijk. Want dan kunnen we meteen door. Ah, dit is Sungaze. Wat cute. Ik kan me herinneren dat wij vorig jaar... tijdens dit evenement... die ook verjaardagsraces hadden en extra races. En dat we tijdens kampioenschappen extra XP kregen. Maar dat is er nu uit. Of het was tijdens het Ruiterfestival. Ik weet het niet meer. Ik haal zeg maar... het Ruiterfestival en dit evenement door elkaar heen. Ik vind het heel leuk, verjaardag net zo. Maar het is heel saai. Ah! Kijk, nu kunnen we tenminste galopperen. We gaan even kijken, want er is een ballonrace. De focusrace van de paarden van Jorvik. Oh, paarden van Jorvik had ik niet verwacht dat er vandaag uit zou komen. Ik heb heel veel hoefijzers over. Dan krijg ik geld. Leuk. Kunnen we hier wat halen? Dit is allemaal oud. Hier heb ik helemaal geen zin in. Dit is allemaal vuurwerk. Nou, de XP werkt niet meer, helaas. Dat was wel een beetje sad. Want dat is altijd heel gezellig hier. Hier hebben we volgens mij taart. Is er geen shop? Oh, oké. Is dat aan deze kant? Oh ja, aan deze kant. Willen wij nog iets hebben van deze outfit? Oh, de kat. Oh, die is duur. Oh, deze set heb ik al. Ik vind dit allemaal een beetje meh. 10e verjaardag.
Ik vind dit zadel wel mooi. Oh jeetje, dat is wel zo raar. Deze broek is wel cool. Het dekje is mooi. En deze beenbeschermers. Ik ga die beenbeschermers halen. Dan kan ik ondertussen weer wat meer verzamelen. Ik heb daar starcoins gekocht. Dat was dubbel starcoins. En jullie willen heel graag weer een bucketlist. En bucketlist is wat ik elk jaar doe. Dan koop ik de paarden die ik nog heel graag wil hebben. Koop ik dan. En op zich vind ik het best wel weer tijd voor een bucketlist. Normaal doe ik het met kerst. Maar laat even weten in de reacties wanneer jullie weer een bucketlist zouden willen. Misschien dat we hem wat eerder doen, want ik geen trainpaarden heb. En ik best wel mezelf verveel op het spel. Omdat ik helemaal niks meer te doen heb. Trainen was iets wat ik altijd deed. En nu ben ik al een week niet ingelogd. Ja, sad is dat. Ik vind dat heel erg vervelend. Ik heb niet eens gekeken wat voor ras dit paarden van Jorvik ding is. Dat is eigenlijk een beetje dom. Want volgens mij, ja, Paint Horse is dan wel nieuw. Dus ik weet niet of ik met Paint kan doen. Misschien had ik het nieuws moeten lezen. Oh, maar dat vind ik helemaal vervelend. Als het dan Paint niet kan. Ja, leuk. Dit keer hebben we leuke. Welsh, Sint-Jukotiek of Gotland. Dat vind ik niet zo leuk. Ik heb nu echt de urge om zeg maar een pony te kopen. Omdat ik dan niet hoef te wisselen. Maar ik heb ze allemaal al. Zowel deze als deze volgens mij. Oké, we moeten dus een Welsh, Sint-Jukotiek of ander paardje. Dan gaan we die even ophalen. Oh my god, dan kan jullie ook meteen zien wat ik allemaal heb getraind. Het is echt niet normaal. Ik train paarden uit in een dag. Als ik even een goede bui heb. Nou, Insy staat er. Hier is mijn Dartmoor. Ik vind het raar dat de race niet voor Dartmoors is. Heb ik hier een pony in staan? Nee. Nee. Hier is een halflinger. Een soort van pony. Dit is een Jorvik pony. Hier, Sint-Jukotiek. Kijk, ik heb hier dus, voor de mensen die het leuk vinden, allemaal level 14 paarden. Dus die gaan we natuurlijk weer uittrainen met een let's train met mij alleen. Dat ik weer wat vraagjes beantwoord. Dat vinden mensen altijd heel leuk. Dus die komt er binnenkort aan. Want het moet echt, want als je mij inspecteert wil ik gewoon alles level 15 hebben. Ik ga mijn tuig wel even meenemen. Dus nu moeten we Sunny Gaze uittrainen. En misschien dat we weer een bucketlist gaan opnemen binnenkort. Dus dan heb ik weer wat te trainen. En daar heb ik zin in. Kijk, jij kan dit allemaal wel op, denk ik. Die ook? Nee, natuurlijk niet. Daar heb ik me boos al voor. Zo kan het gewoon. Yeah, ik leef echt in deze set. Ik vind het echt leuk. Ik heb trouwens mijn pet al heel lang niet meer op. Ik weet niet waarom. Ik heb nu gewoon al een western hoed op. Maar ik heb deze pet en ik vind hem niet meer bij deze character passen op een of andere manier. Mijn haar matcht trouwens met het Sint-Jukotiek zijn haar. Jee. Oké, Zuiderhofboerderij. Gaan we de race doen, want ik wil gewoon even die race afvinken. Maar ik vind het al echt vervelend dat het dan weer voor een ras is die ik gewoon uit het gereed. Maar dat maakt niet uit. Ah, spring! Spring! Zou er ook nog een bonus item zijn bij de Moorland Shop? Dat zou me niet verbazen, want het is echt een hele saaie update dit. Oh, ik krijg niet eens XP. Dat vind ik nog vervelender. Oké, dan gaan we daarna naar huis Paint Horse ophalen. En dan de Fort Pintar race doen. Want dan hebben we 1000 XP voor onze Paint Horse. Dat vind ik wel even leuk. In de Zuiderhof race muziek altijd echt het vest. Een oud Castle Fest vibe. I love it. Nou, ik ben benieuwd hoe lang dit parcours is. Ik heb ook weer wat bloemetjes verzameld. Wel even. Oh, de bloemetjes kunnen boven de 100 stekken nu. Oké, dat is lekker voor mijn kast. Ik zou straks even mijn bloemen laten zien. Want ik wist dus niet dat je over de 100 kan stekken. Normaal bij 99 stopte het.
Maar volgens mij is dat aangepast. Ik moet dit ook even een keer uitgeven, want dit is nog van Halloween. En die kocht ik dan, want dan kon ik ze verkopen om weer, zeg maar, die 1000 te halen. Maar het is al bijna Halloween en ik heb hem niet heel veel uitgegeven dit jaar, blijkbaar. Want ik verzamel dus ook geld in de mailbox. Oh, ik heb gifts. Kijk, en dan kan je zo geld claimen als je het nodig hebt. Dat is mijn extra spaarbuffer, zeg maar. Ja. Leuk. Nou, dat was echt een leuke race. Ik heb echt genoten. We gaan onze paintworks ophalen en terug. Oh, er waren ook nog nieuwe codes. Dat was waren voor die gifts die je net zag. Oké, we hebben dus BDZSR1. En dan krijg je een broekje en een topje. Volgens mij zijn dat deze. Dit is het broekje en dit is het topje. Hebben we er nog eentje. Dat is BDRZ2. En dan krijg je de rest van de zooi. Kijk, 2. Kijk, als het goed is hier. Ja, de andere gifts. Zo. Deze mogen weg, want het irriteert me als die openstaan. En dan hebben wij, als het goed is, een hele set. En ik vind dit wel een leuk setje zo. Ja, ik vind het echt heel cute. Zien dat we iets eromheen kunnen stylen. Dat vind ik wel leuk. Oh, hier zijn mijn beenbeschermers. Oké, ik doe wel even een lange broek aan. En mijn eigen pet. En mijn eigen handschoenen. Voor de rest vind ik alleen een jasje leuk. Hebben wij nog iets blauws? Deze past er wel bij. Hebben we nog peesbeschermers? Niet blauw. Hebben we niet echt iets blauws hierbij? Dus deze is leuk. Nee, die vind ik niet zo leuk. Ja, deze blauw, maar die is wel heel blauw. Is het allemaal net niet? Hè? Heb ik nog zwart gewoon basic? Die heb ik vast wel ergens hier. Lekker zwart, lekker basic. Oh, wat een leuke outfit. Even iets anders. Birthday, love it. We gaan even op pad. We gaan naar Fort Pinta om XP te claimen. Ik wou nog even mijn kast laten zien. ADD much. Want als alles echt stekt op 99, kunnen we heel veel plek maken. Want ik heb namelijk het een en ander in mijn voorwerp zitten. Dat is, ja, dit sowieso. Maar dat kun je dus nu... Nou, kun je dit wel prima uitzien. Deze vooral. Dat is heftig. Dus ik heb volgend jaar genoeg goud. Maar het ging om deze. Maar je kan dus nu gewoon er overheen stekken. Kijk, dat scheelt heel veel. Dan heb ik hier gewoon weer de hele space. Nu vind ik het op zich op deze manier ook wel gewoon er leuk uitzien. Daar niet van. Ik wil even weten hoeveel je kan stekken. Is het 99? Kun je met deze wel even kijken. Oh, dan kom ik niet eens aan de 99. Ik wil dit wel vol hebben. Dat vindt mijn OCD fijn. Oh. Ik heb hier nog wat varen. Jitten. Whatever. Ik had echt heel veel. Maar met Halloween is er toen heel veel weggegaan. Omdat we in één keer planten nodig hadden. Ik hoop, ja, waarschijnlijk weer met Halloween planten nodig. Wat ik niet heel erg vind. Want ik heb echt heel veel planten. Zo, dat is chill. Nu zit alles gewoon in de kast. Zo. Waar doe je het dan voor? Ja, voor de aesthetic. Zo. Pretty. Kijk nou wie de prettiest kast op de party. Ik heb trouwens ook echt heel veel zooi. Bijvoorbeeld, dit kan je ook stekken. Heel veel mensen wisten dat je dit niet kon stekken. Bijvoorbeeld als ik dit verkoop. Weet je. Veel. Ik ben weer een beetje, was wat tijdje wat meer aan het champen. Om ook XP te verzamelen. Dus dat was leuk. Nieuw de startprogramma's voor PC. Ik snap niet wat Darkstar allemaal heeft gedaan. Ze zijn allemaal onderhoud updates aan het doen. Dat snap ik. Maar als speler is dat natuurlijk heel saai. Maar goed, dat moet ook gebeuren. Yay, XP'tjes. Trouwens echt super goed op weg ook naar level 26. Dat is echt insane. Ik hoop dat er volgende week nog iets van de quest uitkomt. Want ik heb
Ik vind dit evenement echt heel erg saai, om eerlijk te zijn. Dit wordt verwacht volgende week. Mario nodigt je uit in een nieuwe missie om zijn nieuwe kijker te bewonderen. Ik zeg net, ik wil een nieuwe missie. En er staat dit verwacht voor volgende week. Er staat een heel groot nieuwe missie. Wee. Oké. We gaan de verjaardagsrace doen. Die ik al een hele week niet heb gedaan. Omdat ik geen XP nodig had. En nu kunnen we eindelijk weer de verjaardagsrace doen. Dat vind ik leuk. Want het is gewoon de saaie voor het Pinta race. Kijk, zo zijn we al. Level 4. Haha! Nou, ik vond het in ieder geval even leuk. Er is niks anders uit. Dus ik ga gewoon lekker trainen, lekker doen. Jullie mogen even laten weten of jullie bucketlist nou willen zien. Zondag heb ik een hele andere leuke video. Sluig. En jullie meesten weten al wat het gaat worden. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie dan te zien. En dan zeg ik take care en houdoe!